Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, gaat zich de komende tijd focussen op het project Wroko Fumik Money. Dit gaf minister Stephen McAndrew eerder deze week aan. Het project is een van de grootste beleidsprioriteiten voor dit dienstjaar. Wat we vorig jaar zijn gestart op 21 oktober in Koroni. We gaan nu ook naar de andere districten, andere wijken van Paramaribo toe om daar kosteloos die vaktrainingen aan te bieden. We gaan ook verder met het project Labor Market Alignment with New Industries. We hebben een drietal sectoren geïdentificeerd. Dienstverlening, met name ICT, landbouw en verder ook nog toerisme, vooral ecotourisme, waarop we willen focussen, tezamen met IDB. We gaan door met dat project, omdat de bedoeling daarvan is dat we toch wel benodigd kader aanleveren. De minister zei dat zijn departement doorgaat met het verder operationaliseren van de Jeugdraad Suriname. We merken nu al dat diverse jeugdraadsleden bezig zijn met uitvoering van diverse projecten. Eind van het jaar hebben we gezien de jeugdraadsleden van Sipaliwini en Brokkeponde die wat activiteiten, projectjes hebben uitgevoerd. Maar verder, dit jaar staat ook centraal voor de Jeugdraad Suriname consultatie met de jeugd van Suriname, andere jongeren, ook landelijk. Dus het Nationaal Jeugdinstituut zal dat proces begeleiden, zodat die consultaties daadwerkelijk plaatsvinden. En zodat we dan ook te weten te komen wat de jeugd Suriname, wat de issues zijn die ze bezighouden en waarop we gericht beleid dan moeten loslaten. We gaan ook door met de uitvoering van ons derde Decent Work Country programma. Dat is vorig jaar in februari geadopteerd. Dus we zijn nu volop bezig met de uitvoering. Het ministerie van AWJ is ook bezig met de internationale arbeidsorganisatie ILO om een nationaal project op te zetten waarbij alle projecten zullen worden ondersteund. Dit zal gebeuren in samenwerking met de Internationale Ontwikkelingsbank.